Goedemorgen allemaal. Welkom bij dit webinar van 27 september, waarin we het gaan hebben over tool OOV op orde en het integraal veiligheidsbeleid. Er zullen nog wel wat mensen binnendruppelen, die zijn natuurlijk van harte welkom, maar we hebben al een mooi aantal deelnemers bij elkaar, dus we gaan graag met u van start. Wij doen dit webinar in Teams, dus mijn collega's hier zorgen ervoor dat de microfoons gedempt zijn of uit zijn en de camera's eveneens. Zoals we al zeiden, om er toch een interactief tintje aan te geven, kunt u de vragen stellen in de chat. Die worden gevolgd en we hebben twee blokken waarin we de vragen aan Jasper of aan mij gaan voorleggen. We zullen ook waarschijnlijk aan wat vragen niet toe gaan komen. Nou, die gaan we proberen achteraf te behandelen en zorgen we dat die per mail naar u toe komen. We zijn met wat te veel mensen om een voorstel rondje te gaan doen. Wat we in ieder geval gaan doen is dat de gastsprekers zich voorstellen op het moment dat zij aan bod komen voor hun onderdeel. Mijn naam is Lilian Tiemann. Ik zal dit webinar met u begeleiden en een deel van de inhoud verzorgen. Ik werk bij het CCV. Ik ben een van de 90 adviseurs zoals u hier ziet staan. U kunt mij vinden op het cluster Integraal Veiligheidsbeleid. En samen met mijn collega's werken we, zoals hier mooi, zo mooi staat, veiligheid maken we samen. We zijn snel groeiende. Dat heeft te maken met de ontwikkeling rondom de platforms Veilig Ondernemen. Het CCV is gevraagd daar kenniscentrum van te zijn. Dus ook regionaal zijn we vertegenwoordigd. Maar we hopen net zo laagdrempelig en toegankelijk te blijven als toen we nog een veel kleinere organisatie waren. Dus die service willen we in ieder geval graag blijven bieden. Nou, de service die we bieden, zoals u hier ziet, dat doen we met juristen, criminologen, psychologen, veiligheidsdeskundigen. Ik hoop in ieder geval dat u contact heeft met een heel aantal van mijn collega's. We werken op verschillende clusters. Dus voor inhoudelijke vragen kunt u vragen stellen over leefbaarheid, over high impact crime, over ondermijning. Mijn collega's staan u daarin graag te woord over wat de laatste ontwikkelingen zijn qua wetgeving, qua mogelijkheden om tools in te zetten. Kortom, weet ons te vinden via de kanalen die u hier op uw scherm ziet staan. Het programma voor vandaag ziet er als volgt uit. Nou, de opening hebben we gedaan en ik heet nog even snel welkom aan mensen die wat later hier binnenkomen. We gaan het zo hebben over de tool OOV op orde, want we zijn heel blij dat hij na een ontwikkelfase nu live staat en dat hij ook al goed door u bezocht wordt. Jasper van Galen van bureau BMC zal zich dan voorstellen en gaat met u de diepte in over die tool en het maatwerkadvies wat eruit komt. We zijn ook heel blij dat Piet Tanus van de partij is. Hij komt uit de gemeente Voorne-aan-Zee en zal dadelijk uitleggen welke gemeente dat is, want mogelijk zegt die term u nu nog even niks, maar dat gaat zeker vanaf januari veranderen. En onze stagiair Sander zal iets gaan vertellen over de benchmark, wat ook een onderdeel van de tool is. Dan nemen we even een korte pauze en gaan we snel door met het onderwerp Integraal Veiligheidsplan, waarin u Jasper en mijzelf weer terugziet over de ontwikkelingen op dat gebied. Heel actueel natuurlijk, want ik denk dat de meesten van u vanuit gemeente in ieder geval in deze fase bezig zijn met het schrijven van het nieuwe IVP 2023-2026-27. Goed, even iets over het instrument. OOV op orde. Ik ga even u meenemen met de achtergrond. De doelstelling, waarom hebben we besloten deze weer bij te werken? Waar bestaat het instrument uit? Hoe is het tot stand gekomen? Met welke gemeente werken we op dit moment in pilotvorm? Het gebruik ervan en een stukje ontwikkelperspectief. Want nou ja, het zal u niet vreemd zijn, zodra we een instrument gelanceerd hebben, begint eigenlijk de feedback en zijn we alweer aan het nadenken hoe we het instrument de volgende keer wederom kunnen aanscherpen en kunnen actualiseren. Maar laten we beginnen bij het begin en dat is dat we vandaag voor versie 2.0 met elkaar in gesprek gaan. Een stukje achtergrond van de tool OOV op orde is dat wij zo'n
in 2014, dus alweer enige tijd geleden, het signaal kregen vanuit OOV-afdelingen dat het werkveld eigenlijk wel steeds breder werd en steeds veelomvattender. En hoe moest de OOV-afdeling daar mee omgaan? Welke bemensing was nodig? Daar kregen we vragen over en toen was de gedachtegang, kunnen we daar niet iets in automatiseren, zodat mensen daar ook zelf hun weg in kunnen vinden als we een tool maken. En dat ze voor zichzelf eens een benchmark, een vergelijk hebben met andere gemeenten, op basis van antwoorden die zij geven, waar zij met hun gemeente in staan. In 2014 is die vraag dan ook bij het CCV en bureau BMC terechtgekomen of we daar eens over na konden denken. En dat is eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van de tool OOV op orde. Het doel om eraan te werken is dat we zeiden van we willen beter inzicht krijgen in de componenten die een rol spelen bij het samenstellen van zo'n effectief OOV-team. Dan kun je zeggen, komt er dan voor elke gemeente één standaard antwoord uit? Daarvan zeggen we nee, er moet wel een vorm van wegingskader zijn, een mate van inbreng van de lokale kleur. En dus zal er niet één standaard model of één standaard rapportage uitkomen. En we vonden het belangrijk om voor u in kaart te brengen hoe vergelijkbare gemeenten georganiseerd zijn. Kortom, een stukje service met een vertrekpunt voor u, hoe u kunt nadenken over het organiseren van uw OOV-afdeling. Nou, de tool bestaat uit twee onderdelen. Eén de adviesmodule, daar gaat Jasper met u zo dieper op in. En één de benchmark, daar gaat mijn collega Sander nog wat meer over zeggen. De adviesmodule is op dit moment online en voor u ter beschikking. De benchmark, daar ligt onze focus de komende tijd. Die zal gevuld worden. Die was evenals de andere module te verouderd om nog live te laten staan. En wij hopen daar op een later moment u over te kunnen informeren wanneer die gevuld is met de actuele situatie, hoe de Nederlandse gemeenten op dit moment georganiseerd zijn. Nou, hoe komt zo'n product tot stand? Net als in 2014 hebben we ook nu gekozen voor samenwerking met BMC. Zij zijn natuurlijk ook even goed medeontwikkelaar daarvan. En we hebben ook gedacht dat het goed is om een klankbordgroep mee te laten kijken met de ontwikkelingen. En dat is gebeurd in 2021, vanwege corona natuurlijk op afstand. Maar evengoed waren we heel blij dat ze toch tijd daarvoor vrij wilden maken in hun drukke agenda's. En waar we op gelet hebben is dat die gemeenten zowel geografisch verspreid waren als verschillend in omvang, als zelf ook op een verschillende wijze georganiseerd. En dan kunt u denken aan gemeenten die meegekeken hebben, zoals Geleen, Rijsseholte, Sundert, Velsen, West-Betuwe, Almere. Nou, dan merkt u al een beetje dat daar ook al grote verschillen in zitten, maar dat vonden we ook belangrijk. Vanuit die gemeenten waren ook een drietal gemeentesecretarissen bereid om een verdiepend interview te doen, waarin we eigenlijk gesproken hebben over hoe zij hun rol zien ten aanzien van die positionering van die OOV-afdeling, in welke fase ze daar graag bij betrokken zouden willen zijn. En hoe zij naar de ontwikkelingen kijken. En als u dat verhaal wilt lezen, dan ziet u hier het linkje waar u dat op kunt naslaan. Nou ja, na lancering hoort er ook altijd een stukje pilot bij. We gaan kijken of het werkt zoals we bedacht hadden. Dus we hebben de vragenlijsten getest met het bijbehorende geautomatiseerde rapport. We vonden het vooral interessant om van gemeenten van wat dichterbij te vernemen wat ze nou vervolgens daarna deden. Goed, je hebt het rapport en dan. En helemaal mooi als we ook kunnen volgen wat het de gemeente uiteindelijk opgeleverd heeft. Want waarschijnlijk ga je dit traject starten omdat je een verandering teweeg wil brengen. Omdat je denkt dat het effectiever georganiseerd kan worden, efficiënter. En omdat je beter wilt kunnen inspelen op de complexiteit van dit moment. Nou, de drie gemeenten met wie we aan de slag zijn gegaan zijn Voorn aan Zee. Piet zit er ook niet voor niks bij, dus hij zal daar wat over gaan vertellen. Zwijndrecht, die met een vraag kwam over de benodigde capaciteit en hoe ze dat kon onderbouwen richting haar raadsleden. En de gemeente Sundert met een focus op die benodigde competenties. En of de competenties van x jaar geleden nog steeds de competenties zijn van nu. Dus met drie gemeenten zijn we daarover in gesprek. En Jasper en Piet zullen met name het voorbeeld Voorn aan Zee wat verder voor u uitwerken. Tot slot het gebruik.
Ja, zoals u van het CCV gewend bent, het is allemaal te bereiken via de website van het CCV. Het is eenvoudig, het is ook kosteloos. Wij denken niet van dat het eenvoudig is, maar dat vindt onze PAI-groep eveneens. Belangrijk om even te zeggen dat het rapport wat automatisch gegenereerd wordt, is zonder persoonlijke tussenkomst. Dus Jasper gaat u dadelijk meenemen in hoe het werkt, maar weet dat er geen CCV'er achter de schermen zit mee te kijken naar hoe u de vragen invult. Welke gemeente met het instrument bezig is of het rapport wat eruit komt. En wij hebben dus ook geen inzage in de rapportage die u ontvangt. Dus soms krijgen we vragen van gemeenten die een vraag hebben over het rapport wat ze ontvangen hebben. Dan moet ik dus eerst vragen of u dat aan mij wilt opsturen. Dan kan ik me daarin verdiepen en kunnen we dan beter tot beantwoordingen komen. Maar belangrijk dat u even weet dat dat eigenlijk volledig anoniem gebeurt. Nou, zoals ik net al even zei, voor nu de focus op OOV op orde versie 2.0. Maar feedback is vanaf dag 1 natuurlijk welkom. Dus als u ideeën heeft die u wilt delen, dan kunt u dat ofwel in de chat doen of via mij vinden via lilian.tieman@hetccv.nl. Want we willen dit keer het instrument sneller bijhouden dan de afgelopen keer. Mede ook omdat de veranderingen sneller gaan en u geconfronteerd wordt met een steeds grotere, complexere omgeving. Waarbij domeinoverstijgend werken, integraal werken natuurlijk centraal staat voor u. Als u zegt naar aanleiding van dit webinar, ik vind dat we het bij ons allemaal best heel goed georganiseerd hebben. Of het instrument heeft voor mij veel betekend of heeft echt iets goeds kunnen doen. Ja, kom graag op de lijn. We vinden het altijd interessant om uw verhaal te horen en met uw goedbevinden dat ook te publiceren. Ter lering voor andere gemeenten. De focus voor ons ligt de komende maanden op het vullen van die benchmark. Omdat gemeenten ook altijd aangegeven hebben dat een waardevol instrument te vinden om zichzelf te kunnen vergelijken met andere gemeenten. Daar gaan we dus mee aan de slag. En dat doen we samen met Sander van de Hogeschool van Utrecht. Hij komt daar dadelijk nog eventjes kort bij u op terug welke stappen vanuit zijn kant verwacht kunnen worden. En dan stel ik nu voor dat we richting een verdieping gaan van het instrument OOV op orde. En daar zou ik graag mijn collega Jasper het woord willen geven. En stop ik mijn presentatie en zie ik u zo terug. Dankjewel Lilian. Mijn naam is Jasper van Galen. Ik ben werkzaam bij BMC en ik ga u inderdaad meenemen in de gedachte achter de inhoud en het resultaat van de tool organisatie OOV op orde. Ik werk ook met een presentatie, die ga ik nu uploaden. Wat gebeurt nu? Om te beginnen, hoe benader je de tool? Zoals we doen gebruikelijk bij CCV-instrumenten, gebeurt dat via de CCV-website. Als je zeg maar zoekt op de term organisatie OOV op orde, dan zie je in de linkerbalk de beide modules die Lilian al noemde, hè, maatwerkadvies en benchmark onderdeel. We gaan het nu over het de tool die het maatwerkadvies oplevert hebben. Een vriendelijk verzoek aan allen is om nu niet, terwijl we aan het praten zijn en aan het uitleggen zijn, actief gelijk naar die tool te gaan. Want dat geeft waarschijnlijk dan toch vertraging op de lijn. Dus ik wil u eigenlijk vragen om dat even op een ander moment te doen. Ik ga u vooral meenemen in wat de gedachte erachter is en wat de opzet is en wat je ermee kunt, et cetera. En dan eigenlijk daarna op elk moment natuurlijk alle gelegenheid om de tool actief te gaan gebruiken en te verkennen. Als er ruimte is in deze webinar om het nog live te laten zien, dan zullen we dat doen. Maar we kijken even hoe het ook loopt met de andere onderdelen van de presentaties en met de vragen die nog komen. Om te beginnen nog even kort stilstaan bij wat eigenlijk de kerngedachte van de tool is. Lilian refereerde er eigenlijk ook al aan. Kijk, wat je eigenlijk ziet, dat is niet
van vandaag alleen, maar dat speelt al een tijdje natuurlijk. Dat de context waarin je als team veiligheid werkt in gemeenteland, dat die er bepaald niet eenvoudiger op aan het worden is. Dat zie je aan de veiligheidsopgave waar je mee te kampen hebt. Denk aan ondermijnende criminaliteit, zorg en veiligheid, digitale veiligheid. Echt grote vraagstukken die een integrale aanpak nodig hebben. Je ziet ook dat de beschikbare instrumenten en ook de daaraan gekoppelde taken van gemeentes toenemen en ook complexer worden. En daarnaast zie je dat je netwerk waar je lokaal, bovenlokaal, publiek en privaat mee te maken hebt, eigenlijk ook aan complexiteit wint. Al met al een ingewikkelde dynamische omgeving. En een inspirerende omgeving taal natuurlijk ook. En daarom is het werken in dit domein ook zo leuk natuurlijk. Maar desalniettemin een omgeving waarin je als teamveiligheid, als afdeling veiligheid, als taakveld OOV in de gemeente toch een op deze opgave toegerust organisatiemodel nodig hebt om je taak goed te kunnen uitvoeren. Dus anders zeg je hebt gewoon een stevig model nodig om je taken goed uit te voeren. Daar is deze tool echt voor bedoeld, om u daar handvatten voor te geven. Ja, wat zijn nou verstandige keuzes op een aantal kerncomponenten, zodat ik mijn taken in deze complexe omgeving zo goed mogelijk kan uitvoeren. Dus dat is de kern eigenlijk. En als je dan kijkt naar wat zijn dan die hoofdcomponenten die we gekozen hebben. We hebben 5 eigenlijk gekozen, die staan dus centraal in de tool. En op elk van die 5 formuleert de tool, als je hem toepast, een advies voor jouw situatie. De eerste van die 5 is formatie. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is daar begint het eigenlijk mee. Hè. Je moet voldoende capaciteit hebben om het werk gedaan te krijgen. Is natuurlijk ingewikkeld van, ja, hoeveel heb je nou eigenlijk nodig in jouw omgeving, in jouw gemeente, met de vraagstukken waar je mee te maken hebt en de taken die je in je team wilt beleggen. Je ziet ook lokaal dat er enorme variëteit is. Er zijn gemeentes die echt alle zeilen moeten bijzetten om met toch geringe capaciteit de taken weggezet te krijgen. En eigenlijk aan niets extra's of meer toekomen. Die echt de basistaken alleen nog kunnen doen. En je ziet gemeenten waar het toch een wat steviger profiel al heeft. Met deze tool geven we je eigenlijk een gevalideerd kompas om daar toch een goede keuze in te maken. Tweede van de 5 is het item functietypen niveaus. Het is natuurlijk een ander belangrijk element van je organisatiemodel. Hè. Wil je die taken en die opgaven waar je voor staat goed kunnen aanvatten, dan heb je een bemensing van je team nodig waarmee je zowel je tactische, maar ook je strategische taken, hè, dus zeg maar in de beleidsomgeving waar je nu een keer mee te maken hebt, dat je die goed kunt oppakken en uitvoeren. Dus dat, daar zeggen we iets over via de tweede hoofdcomponent van de tool. Het gaat daarbij ook over meer specifieke functies zoals op het vlak van intelligence ontwikkeling, maar ook bestuurlijk-juridische advisering. Dat zijn ook typisch van die taken die steeds vaker heel expliciet een plek krijgen binnen het OOV-team. Een derde component van het advies van het organisatiemodel wat we hebben opgepakt in deze tool is het profiel van de kernfunctionaris. Het gaat eigenlijk om van ja, heb je nou een teamleider nodig in jouw situatie? Of kan je stellen van, als we een strategisch adviseur of een senior beleidsmedewerker hebben, dan past het eigenlijk beter in onze situatie. Dat is typisch ook zo'n vraag die kleeft aan het OOV-domein. Want ja, het is in principe een domein waarin tactisch, strategisch, maar trouwens ook operationeel heel sterk verweven zijn. Dus laten we zeggen, je bent met z'n allen eigenlijk gewoon hartstikke druk. En dat is dus een aparte teamleider, dat is dan dat kan nog nodig zijn. Maar dat is niet per se altijd een pre. Dus daar zeggen we ook iets over in de tool. Daar adviseren we over als je hem toepast. Vierde component waar we iets over zeggen is, laten we zeggen, de hele beleidscyclus. En wat voor beleidskaders heb je nodig? Hoe doe je je verslaglegging aan de raad? Typische elementen ook die je in het veiligheidsdomein goed moet inrichten om
je keuzes scherp te krijgen. Daarmee ook voor jezelf koersvastheid te organiseren, dat ook te kunnen uitleggen in je omgeving. Maar ook, heel belangrijk natuurlijk, om je interne, maar ook externe integraliteit goed te kunnen organiseren. En zonder een solide IVP ben je eigenlijk niet goed in staat om de vaak preventieve mogelijkheden van andere beleidstermijnen goed te benutten. Nou, dat is het vierde component. Vijfde component is dan natuurlijk van, en waar kan je nou het beste gepositioneerd zijn in je organisatie, in de bredere gemeentelijke organisatie. Daar hangen verschillende overwegingen omheen van, als je als apart team of als aparte afdeling zichtbaar bent, dan zou dat extra slagkracht kunnen betekenen. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, op het moment zeg maar dat je zo zichtbaar bent, dan is de verleiding misschien al heel groot bij andere domeinen om juist alles wat ook maar een beetje lijkt op veiligheid, om dat in jouw team dan te deponeren. En ja, je wil juist die andere domeinen wat in beweging krijgen, in positie krijgen op allerlei veiligheidsvraagstukken. Dus daar zitten plussen en minnen aan vast. En daar adviseren we ook over via deze tool. Dus dat zijn eigenlijk de vijf hoofdcomponenten die organisatie OOV op orde. Hoe werkt het? Het is eigenlijk vrij overzichtelijk. Als je gewoon even praktisch kijkt, je benadert de tool via de website. Daar vind je al snel een korte vragenlijst, vijf vragen. Ik ga er dadelijk wat nader op in. Vervolgens kan je je eigen advies genereren door op de knop toon advies te drukken. En heel belangrijk, je kunt dit advies ook nog downloaden in PDF-formaat. En daarmee krijg je een rapport eigenlijk wat meer informatie bevat dan het advies dat je op de website ziet. Kom ik zo nog zo. Eerst het onderdeel vragenlijst. Hè. Dus dat is een hele belangrijke interface van deze tool. Korte vragen. Ik zei het al, eigenlijk vijf vragen. Aantal inwoners, dat spreekt op zich voor zich, denk ik. We stellen een vraag over, wat zijn er opvallende veiligheidsvraagstukken in jouw gemeente? We zeggen eigenlijk van is er een speciale aandacht, of laten we zeggen een speciaal vraagstuk rond evenementen, toerisme, uitgaan? Dat is er één. En je kunt ook zeg maar een eigen plus toevoegen in je profiel. Dat zegt, we hebben vraagstukken die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld mainports, zoals denk aan zeehavens, van grensligging. En dan kan bijvoorbeeld over ondermijnende criminaliteit gaan. En je kunt ook nog zeg maar opteren voor dat je dat de vraagstuk op het vlak van zorg en veiligheid, of op het snijvlak van zorg en veiligheid moet ik zeggen, dat die verhoudingsgrijs wat groter zijn in je gemeente. De complexe casuïstiek. Dus daar op die manier kun je je eigen accenten in je veiligheidsbeeld aangeven. Dat is heel belangrijk voor het maatwerkadvies in de tool. Taken OOV, daar kan je ook je eigen accenten op aanbrengen. Welke specifieke taken wil je nou echt in je team belegd hebben. Denk bijvoorbeeld aan coördinatie BOA's, het ontwikkelen van intelligence en nog een extra plus op je juridisch advies. Dat zit in principe wel standaard in het model, maar je kunt er nog extra gewicht aan geven via de vragenlijst. De vraag richt zich eigenlijk op een breder organisatiemodel van je gemeente. Is het de klassieke hark, is het meer een domeinenmodel of is het een gekantop model? Beleid en uitvoering van elkaar gescheiden. Dat is een gekanteld organisatiemodel. En een vijfde vraag, heel belangrijk. Hoe beoordeel je zelf waar je als OOV staat? Heb je het gevoel dat je als team, laten we zeggen, grosso modo in control bent in relatie tot je opgave? Of heb je meer het beeld van, er ligt toch wel eigenlijk een best stevige ontwikkelopgave voor het team veiligheid? Nou, je antwoorden op deze vijf vragen, die werken dus door in het maatwerkadvies wat we genereren. Wat belangrijk is, is dat dat advies wat dan verschijnt als je op die knop toonadvies hebt gedrukt, dat op elk van die vijf componenten van het organisatiemodel, en die vijf die we eerder al bespraken, van formatie tot positionering, dat er enerzijds een stuk algemeen advies in zit. Dat is eigenlijk voor alle gemeenten hetzelfde. En daarnaast een maatwerkdeel wat echt voor jouw gemeente
toepasselijk is. Dat maatwerkdeel, komt als het ware naar voren op basis van jouw antwoordpatroon, op basis van de vragenlijst. Er zitten ontzettend veel, laten we zeggen, constateringen, observaties over de huidige situatie in het OOV-domein verwerkt in de syntax, die onder de tool ligt natuurlijk. Heel veel uitgangspunten over van, ja, hoe werkt het nou effectief aan veiligheid en wat is nou een goede formatie. En dat is een heel breed en goed gefundeerd kennislichaam wat verwerkt is in die syntax. Ik wil even een paar van die uitgangspunten die erin zitten even specifiek belichten. Een van is, we zeggen eigenlijk van probeer meer dan één medewerker veiligheid, hoe dan ook. Hoe klein je gemeente ook is, eigenlijk is het domein zo complex geworden dat de tijd van één pitters, dat kan je wel van stellen dat het eigenlijk gewoon voorbij is. Daar moet je nu vanaf. Een ander belangrijk uitgangspunt in het hele adviestermin hier is van heel kenmerkend voor het veiligheidsdomein is natuurlijk dat je eigenlijk dagelijks te maken hebt met de casuïstiek op verschillende thema's. Hè, zorg en veiligheid, ondermijning, bijthonden, je kunt het niet verzinnen, de maatschappelijke onrust. Nou, daar heb je echt een buffer nodig. De tool is er ook op ingericht om dat je die buffer, als je de tool gebruikt, zit er al een buffercapaciteit in. Wat we eigenlijk ook heel belangrijk vinden is dat je gezien ook het strategische karakter van behoorlijk wat taken, ook in kleinere gemeentes binnen het OOV-domein, dat er in ieder geval voldoende senioriteit in het team is. Nou, bestuurlijke juridische vaardigheden, veiligheidsdomein is bij uitstek een juridisch domein. Hè. Als je kijkt naar de burgemeestersbevoegdheden, de bestuurlijke instrumenten op de verschillende thema's. Dan is het al heel snel duidelijk dat daar een stevige juridische component, hoe dan ook, altijd aan de orde is in je aanpak. Wat een ander en laatste uitgangspunt dat ik even nog wil benoemen is, kijk, steeds meer gemeentes kiezen voor een organisatiemodel dat wat afstapt van het idee van de klassieke HAR. Dus meer met domeinen, grote domeinen, sociale domeinen, ruimtelijke domeinen. En wat je eigenlijk kunt stellen is dat in zo'n minder crisp georganiseerde omgeving er eigenlijk nog meer gelegen aan is om je veiligheidsbeleid, je IVP, maar ook je uitvoeringsplan daarbij, je hele planning en control systematiek, om die nog wat scherper te maken. Hè? Omdat je eigenlijk als het ware minder houvast hebt in zo'n wat meer diffuse organisatie, om die interne partners goed betrokken te krijgen en te houden in je aanpak van veiligheidsvraagstukken. Dus dat maakt het belang van een stevig PNCK nog groter. Dat voor wat betreft het advies en de uitgangspunten die daarin belangrijk zijn. Wat ook belangrijk is, is dat dat advies wat je met die knop toonadvies te zien krijgt. Nou, dat is in principe natuurlijk gewoon te zien op de website zelf. Maar er is dus ook de mogelijkheid om het als PDF op te slaan. Ons advies is ook wel om dat gewoon te doen. Omdat dat rapport, ik zei het net al, wat je op dat moment opslaat, dat bevat beduidend meer informatie dan wat je op de website te zien krijgt. Op zich is het advies natuurlijk hetzelfde, het algemene en het meer specifieke advies op die vijf hoofdcomponenten. Maar we gaan ook in op hoe ziet dat taakveld veiligheid overwegend nou eigenlijk uit. We geven ook wat meer informatie over de tool zelf. En je ziet trouwens ook in het rapport welke antwoorden je hebt gegeven. Dus dat is altijd al sowieso een handig stukje informatie en naslagwerk. Als we dan kijken van aanleiding kan je nou deze tool gebruiken? Wat zijn vertrekpunten in het geheel? Er zijn natuurlijk verschillende. Er zijn allerlei grijzen op dat vlak, lokaal. Een paar die we hebben gezien in de praktijk, is in ieder geval van wat de gemeentes zijn die zeggen van we zijn bezig ons organisatiemodel OOV sowieso te ontwikkelen. Nou, dan is het handig om die tool te gebruiken, want die is daar helemaal op ingericht natuurlijk. Je hebt natuurlijk ook gemeentes die in de breedte van het gemeentelijk apparaat bezig zijn met een doorontwikkeling.
Ja, ook in dat kader is het natuurlijk goed om te kijken van nou, wat past nou voor OOV qua formatie, qua ophanging. Nou, deze tool natuurlijk prima voor gebruiken. Je kunt je voorstellen dat je bij terugkerende capaciteitsissues, dat je zegt, ja, dit is nu zo consistent dat we niet goed ons werk weggezet krijgen. Nou, dan zou je deze tool kunnen gebruiken om te kijken, ja, zit er misschien gewoon echt onder die bandbreedte die hier in het... Die we in het advies genoemd zien. Rond begrotingsprocessen, formatieclaims en zeker ook bij het ontwikkelen van een nieuw IVP is het ook, heeft het toepassen van deze tool meerwaarde. Want in je IVP ga je natuurlijk ook kijken van ja, wat zijn nou verstandige prioriteiten voor onze gemeente. Ja, op het moment zeg maar dat je meer capaciteit, meer slagkracht in je team veilig kan je wat dat betreft ook wat, ja, wat steviger doorpakken op welke prioriteiten, hoeveel prioriteiten, hoe diep ga je in die prioriteiten zitten. Dus dat is ook een, laten we zeggen, een context waarin het voor de hand ligt om te gebruiken. Als je dan kijkt naar wat is nou precies de betekenis van dat advies? Wat kan je daar nou mee? Wat heel belangrijk is, is dat het een stevig advies is. Het geeft, laten we zeggen, een goed houvast op die vijf centrale items in je organisatiemodel. Van formatie tot positionering. Maar we zeggen echt heel nadrukkelijk, dat staat op de website, dat staat ook in het rapport wat je zelf als PDF kunt opslaan. Het is geen eindbeeld klaar voor besluitvorming door het college. Zo is het niet. Het is echt bedoeld als een bouwsteen, als een startpunt voor je eigen vervolgtraject lokaal. Dus je moet je eigen nadere verkenning echt nog gaan doen. Hetgeen dus niet wegneemt dat het een heel robuust vertrekpunt is. Maar dat vervolg is wel dus heel belangrijk. Als we dan nog kijken naar wat nou belangrijk is in het proces van de toepassing. Je moet daar natuurlijk je eigen vorm, je eigen maatwerk, je eigen context gewoon in vinden. Het is in die zin een vrij flexibele tool die je in je eigen proces gewoon goed kunt gebruiken. Wat we daarover wel willen zeggen is dat het... als je het zeg maar echt als een belangrijk vertrekpunt in een proces gebruikt... vul die vragenlijst in teamverband in hè, met je collega's en denk na over die vragen en kijk ook wat er uitkomt. Dus probeer daar echt een proces omheen te maken. Verbind het ook nadrukkelijk met andere informatiebronnen, andere analyses van hoe de organisatie ervoor staat. Hè. Dus gebruik het zeker niet als enige bron. Ook belangrijk, daar gaat Sanne straks over vertellen, zodra die, eigenlijk bestaat het tool uit twee hoofdmodules, dat is deze adviesmodule en de benchmarkmodule. Nou, op het moment zeg maar, de benchmarkmodule is nu nog niet gevuld, maar straks wel in de loop van de tijd. Nou, echt aan te bevelen om daar ook goed gebruik van te maken, omdat je, nou, wat die benchmark namelijk gaat bevatten is profielen van organisatiemodellen van andere gemeentes. Waarbij je kunt selecteren op gemeentegrote klassen. Nou, die profielen die worden ook toegelicht en onderbouwd. En dat geeft je extra informatie om voor je eigen proces en je eigen besluitvorming. Ander element tenslotte nog hier belangrijk is... we hebben de adviestool kent vijf hoofditems, van formatie tot positionering. Je kunt op een gegeven moment ook zeggen van we gaan de tool niet... voor onze verkenning op elk van die vijf items gebruiken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, positioneer is gewoon duidelijk. Hè. We zitten binnen het domeinruimte of we zitten in een staf, maar we zijn wel in een zoektocht rond formatie verwikkeld. Nou, dan kan je dat onderdeel van de tool natuurlijk prima separaat voor gebruiken. Als ik kijk naar de pilots, is dat ook op die manier eigenlijk gebeurd tot nu toe. Pilot Zwijndrecht, Lilian noemde deze pilot al even. Ja, die focuste echt op het vraagstuk rond formatie. Nou, daar hebben we ook een proces omheen gemaakt. Eigenlijk vergelijkbaar met het proces wat je zelf in je gemeente kunt doen. En dat concentreerde zich helemaal rond het benodigde capaciteit voor je OOV-taken. En
De pilot Forna aan zee, ja, die concentreerde zich juist weer op een van de vier andere hoofdcomponenten van deze tool. Nou, dat is lijkt me een mooie, mooi moment om de gastspreker Piet Tanis te introduceren uit Forna aan zee. Dus. En daar is Piet. Ja, ja. Hallo Piet. Oh Jasper, dankjewel. Goed dat je er bent. Ja, ja. Goed om er even bij te zijn. Ja. Zal ik mij gewoon losleken? Ja, precies, ja, graag. Nou, ik ben Piet Tanis. Ik ben nu nog beleidsadviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente Brielen. Een kleine gemeente in Zuid-Holland, op het eiland Voorne Putten. Brielen is nog een kleine gemeente met 17.000 inwoners. En al jaren hangt er boven de markt dat Brielen met de gemeente Westvoorne en gemeente Helvoetsluis zal gaan fuseren. Er is ooit een poging gedaan om dat met een soort ambtelijke organisatie te doen. Dus bestuurlijk apart te blijven en ambtelijk te fuseren. Uiteindelijk is dat gestrand en is doorgestapt naar een bestuurlijke fusie. Dus per 1 januari 2023, over een paar maanden, dan zijn wij gefuseerd naar gemeente Hoorn aan Zee. Met een hele nieuwe organisatie. En nou, dat wordt een heel traject. We zijn er al anderhalf, 2 jaar mee bezig. En zo'n fusie, ja, dat begint vaak met heel veel hele lange trajecten, tenminste in ieder geval ons traject, een hele lange trajecten met visies, die allerlei visies die zijn opgesteld, maar vooral bestuur en ook burgers en inwoners heel erg bij betrokken zijn geweest. Daar is het heel lang in blijven hangen. En begin dit jaar werd het ook concreet voor, gelukkig voor de ambtelijke organisatie. En kwamen al de eerste contouren van de besturingsvisie naar buiten. En daar stond ook al een eerste concept voor een hoofdstructuur in. Nou, daar hebben we naar gekeken en toen zagen we dat men ook wel zoekende was met waar moet je nou met team veiligheid naartoe? Moet dat nou in een aparte afdeling? Moet het in een stafafdeling? Moet dat hoog in de boom zitten? Moet dat gewoon een los team zijn? Men was er nog wel in zoekende en wij zelf ook. Dus we hebben in aanloop rondgekeken bij meer gemeenten in onze regio, van hoe hebben jullie dat nou gedaan? En toen zijn we het zoeken gegaan naar ja, hoe kunnen we hier een goed advies voor maken voor onze organisatie. Meer vanuit het idee, we kunnen wachten totdat men het voor ons heeft gevonden. Maar laten we proberen zelf aan de knoppen zoveel mogelijk te zitten en laten we zelf een advies maken voor de fusieorganisatie. Zo kwamen we ook terecht bij de tool organisatie op orde. Dus we hebben toen ook de 1.0 versie, laten we het zo maar noemen. De eerste versie hebben we toen ingevuld. En nou, daar konden we wel wat mee, maar we hadden wel behoefte aan meer verdieping. Dus hebben we contact opgenomen met het CCV, met Lilian en uiteindelijk ook met Jasper. Nou, die gaven aan van nou, we zijn bezig met een tool 2.0. Dus we zijn nog op zoek naar pilotgemeenten om daar ook in ja, te kijken naar die verdieping, hoe we dat ook kunnen maken. Dus we hebben daar contact over gehad en uiteindelijk hebben we begin dit jaar is Jasper in 2 bijeenkomsten bij ons langs geweest om ons daar in verder te helpen. Nou, wat Jasper al aangaf, je kan een aantal, je hebt 5 onderdelen waar je in een focus aan kan brengen. Nou, voor ons was al duidelijk, vooral de positie was voor ons echt een hot item. Nou, je kan ook zeggen, in zo'n fusie is formatie bijvoorbeeld ook interessant. Dat is ook misschien het moment om daaraan te gaan denken. Nou, nu is het zo dat in de huidige tijden door de WNRA valt een fusie, een gemeentelijke fusie, een bestuurlijke fusie, valt gewoon onder het burgerlijk wetboek. Dus is ook de overgang van onderneming is van toepassing. Dus is het niet meer zoals voorheen dat je allemaal blanco kan beginnen. Een hele organisatie zet je blanco neer en je gaat allemaal solliciteren op je functie en dat is de functie die je gaat doen. Dat is met de WNRA en de overgang van onderneming een stuk ingewikkelder geworden. Daardoor heb je
In ieder geval, daar ligt er ook een afspraakje gemaakt met de vakbonden. Voor ons is dat nog de komende 2 jaar. Heb je in ieder geval recht op de plek die je had. Dus wat je doet, is wat je deed. Dat maakt het schuiven met functionarissen in de organisatie heel ingewikkeld. Dus dat viel voor ons af. En nou zijn we dus met die positionering aan de gang gegaan. Nou, we hebben 2 bijeenkomsten gehad. Onder begeleiding van Jasper. Met het hele team en ook een afvaardiging van de BOA's die erbij waren. De eerste bijeenkomst dat ging voornamelijk over nou, welke opties heb je überhaupt binnen de nieuwe organisatie. Welke plekken kun je als team veiligheid terechtkomen of als afdeling veiligheid. En wat zijn dan voordelen, nadelen, pluspunten, minpunten. Nou, uiteindelijk kwamen er 2 opties voor ons uit om daar verder op door te gaan. Dat was een aparte afdeling veiligheid in combinatie met VTH. En voornamelijk dus een hele club die gericht zijn op de WAPO. Binnenkort dus de omgevingswet, of niet. Nou, de uitstel dat moet nog even afwachten of dat doorgaat of niet. Of in een stafafdeling. Of eigenlijk een soort een aparte afdeling, maar een stafafdeling. Samen met juridische zaken, onder andere en communicatie. Nou, we hebben die bijeenkomst, de tweede bijeenkomst, hebben we een heel weegmodel ingevuld. En daar zijn we allemaal onderdelen doorlopen die in je afweging kan maken. Wat ik even laten zien, Piet? Ja, graag. Even kijken hoor, want wat wij inderdaad gedaan hebben is... want het concentreerde zich bij Piet als voorne aan zee om die component positionering. Hè? En dus waar hang je veiligheid nou op in de organisatie? Wat is wijsheid? Wat we eigenlijk gezegd hebben is van ja, er zijn verschillende opties. 2 om precies te zijn. Hè? VVTH of ONO, zo heet het dan bij jullie. Maar goed, dat was echt de zoektocht van wat is nou wijsheid daarbinnen. En wat we eigenlijk gedaan hebben is de verkenning en ook de afweging, zeg maar, wat meer body te geven en daar ook de goede argumenten bij te gebruiken. Een aantal criteria benoemd die juist ook relevant zijn voor je afweging van ja, wat is nou een logische plek van je team? Nou, die zie je hier staan. Eigenlijk 3 typen criteria. Ten eerste op het vlak van bestuur en management. Dan zie je dus, nou, effectieve wisselwerking met college burgemeester. Een krachtige afdelingsleiding. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Bij beleid zeggen we bijvoorbeeld aangetakt bij strategische beleidsprocessen. En bij een derde type criteria of categorie criteria is wisselwerking met andere taakvelden. Het doorsnijdend kunnen werken. Nou, dat was eigenlijk, is er dan een van. En dan nog een aantal anders als integrale coördinatie, regie, beschikbaarheid van specialisme, et cetera. Dus, en wat we nou gedaan hebben, is dat we deze criteria, die hebben we ook een weegfactor gegeven, dat zie je hier. En vervolgens heeft het team deze criteria toegepast met een vast scorebereik. En dat zie je hier eigenlijk. Je ziet in de 2 rechterkolommen, die zie je blauw, zie je de 2 modellen. En vervolgens hebben we in die tweede sessie hebben we eigenlijk heel kwalitatief en exploratief die set criteria toegepast op die 2 modellen. En gekeken van ja, wat zijn daar nou voor de hand liggende scores op basis van inhoud en argumentatie. En dat, nou, het scorebereik was altijd van 1 tot 5. Nou, je ziet, dus kunnen 1 rood balletje of 5 rode balletjes. Nou, en zo gaandeweg kwamen we dan tot een, dit zijn die andere criteria, ook opgescoord met een uiteindelijk gemiddelde score daar helemaal onderaan de streep. Dus dit was eigenlijk het kader waarmee we gewerkt hebben. En dit is overigens ook een stukje, het is eigenlijk zo'n extra tool zou je kunnen zeggen die... In, nou ja, dan laten we zeggen in lege vorm ook beschikbaar komt via het webdossier rond de tool. Sorry Piet, ik denk ligt het gewoon echt even toe. Ja, helemaal goed, helemaal goed. Ja, ja die ook die waardes die hebben we samen bepaald van nou, welke onderdeel vinden we nou voor onze organisatie op dit moment belangrijker.
En wat minder belangrijk, nou, daar hebben we dus samen lang over gepraat om die keuze erin te maken. En ook, ook onderbouwing gebruik je erbij, dat is er allemaal bij beschreven. Uiteindelijk hebben we een advies, heeft Jasper daar vervolgens van gemaakt, een advies gekregen. En voor ons kwam daar uit dat we het beste terecht zou zijn, het beste tot ons recht zou komen bij de afdeling O&O. Dat is dus een stafafdeling. Daarbij moet wel gezegd worden in deze organisatie, we hebben nog geen idee wie onze teamleider wordt. Dat is ook nog afwachten, dat krijgen we allemaal hopelijk november te horen. En dan moet er nog gestart worden met een nieuw team, dus het is allemaal, allemaal vrij laat. Dus dat, we gaan het allemaal zien. Voor nu lijkt dit voor ons een goede optie. Het advies hebben we uiteindelijk ook voorgelegd. We hebben het zelf nog wat aangevuld met hoe we met de actuele ontwikkelingen binnen de drie teams. We hebben voorgelegd aan de kwartiermaker. En dat heeft de kwartiermaker van de fusieorganisatie overgenomen. Dus het team veiligheid is nu gestationeerd binnen de afdeling O&O, een stafafdeling. Voor dit moment, omdat we starten met een vrij ouderwetse hark eigenlijk, met een gemeentesecretaris, drie directeuren, zeven afdelingen en daaronder allerlei teams. Dat is voor de komende 2 jaar zo. En begin volgend jaar wordt gelijk gestart met een grote benchmark voor de hele gemeentelijke organisatie. En wordt er ook een heel groeipad uitgestippeld waarnaartoe de organisatie toe wil groeien. En ook zal er ook een strategisch personeelsplan worden opgesteld. Dus wellicht komen we dan alweer, gaan we weer gebruik maken van deze tool en gaan we de focus meer leggen op formatie en functies. Omdat dat dan weer een hot item zal zijn. Al sluit ik niet uit dat in dat groeipad misschien de teamveiligheid alweer een andere plek zou krijgen. Dat ligt ook helemaal aan hoe de organisatie uit gaat kristalliseren, hoe dat allemaal gaat lopen. Dat is voor ons allemaal nog afwachten. Er zijn allerlei grote plannen natuurlijk, allemaal lijnen uitgezet. Maar hoe dat allemaal in de praktijk gaat lopen, dat moeten we allemaal zien. Wat je als voor aangaf, het is een bouwsteen en we hebben er gebruik van gemaakt. Het is voor ons denk ik wel goed uitgepakt. En verder is het voor ons gewoon afwachten voor 1 januari. Ja, prachtig, mooi, goed verhaal. Dankjewel, Piet. Kijk, misschien is heel kort nog even kijken, want ik denk dat even nog met Piet, met jou ook nog even. Want wat jullie feitelijk gedaan hebben, en daar hebben wij dan via de pilot een rol bij gespeeld, is wat we eigenlijk ook beogen met je toe, dat je je eigen vervolgproces als gemeente gewoon invult, vorm geeft. Waarbij het maatwerkadvies één van de bouwstenen is. Hè? Dus je hebt eigenlijk heel natuurlijk die stappen gezet. En dus we vonden het ook super goed om daar onderbij te kunnen zijn, om daar een rol in te kunnen spelen. Want dan zien we ook hoe dat werkt en wat je daar ook over rond de tool verder kunt meegeven aan andere gemeentes. Om dat vervolgproces ook goed gesteld te krijgen. Dus het was uitermate leerzaam voor ons ook. Met dank, nogmaals. Dank jullie wel. Ik heb een paar vragen gekregen, Piet en Jasper. Misschien dat we die nu kunnen doen en dan daarna Sander het woord kunnen geven, want het gaat ook over jullie verhaal. Ze zijn niet via de chat binnengekomen, maar ik had ze al gekregen voor het begin van dit webinar van mensen. En kijk maar even in welke volgorde je ze beantwoordt. Eén vraag gaat erover, kun je iets meer vertellen over als je ook zo'n traject met je gemeente door wilt, maar het is niet overduidelijk qua dat je een fusiegemeente bent of dat er iets groots in je gemeente gaat gebeuren. Wie pakt het op? Hè? Van wie begint met dit rapport te genereren en hoe gaat je weg daarna als dat nog niet zo duidelijk in je organisatie is dat er iets moet veranderen? Hoe betrek je daar andere afdelingen mee? Kunnen jullie daar misschien iets over vertellen welke beelden je hebt? En een andere vraag gaat over, denk ik gericht op Jasper. Kun je kort ingaan op wat de verschillen zijn van 2014? Dat is iemand die het instrument vanaf het begin kende en graag wil weten waar voor jou de grootste verschillen zitten. Zullen we eerst die eerste vraag oppakken, Piet? Ja, dat is goed.
Ja, misschien kunnen we daar elkaar een beetje in aanvullen. Ik heb daar wel een beeld bij op zich, maar jij wellicht ook. Hè, eigenlijk was de vraag van, als er niet een heel concreet probleem is, het is geen actueel onderwerp, maar je wil er toch mee aan de gang met, hè, wat is een goed organisatiemodel AOV? Ja, ik kan mij voorstellen dat je dat, als dat binnen teamveiligheid wel leeft, dat je dat als teamveiligheid, nou ja, dat je dat gaat verkennen, hè, die tool. Dat je mensen gaat gebruiken. Maar kijk, op het moment zeg maar, dat je echt serieus stappen wilt gaan zetten, dan zal er, dan is, ja, dan is de factor gemeentesecretaris is wel een hele belangrijke natuurlijk. Ik vind, dus ja, uiteindelijk gaat die natuurlijk over de ambtelijke organisatie als geheel. Ja, het vraag is even van, er zijn natuurlijk verschillende toepassingsmogelijkheden van zo'n advies, als er niet echt een groot vraagstuk is. Maar ja, ik denk dat je het niet voor je IVP goed kunt gebruiken, maar als er dan echt iets raars uitkomt, dan zou je daar ook in je richting managementomgeving van kunnen gaan aangeven. Ja, we zien toch wel dat dit anders is dan hoe het bij ons ervoor staat. En ja, daar kun je dan vervolgstappen in zetten. En hoe jij dat ziet, Piet? Ja, ik denk dat er altijd wel een aanleiding is om deze tool te gebruiken. Het zij voor formatie, het zij een twijfelsbeleid, het zij een discussie over de plek en de organisatie. En ik denk dat het ligt een beetje hoe je team is opgebouwd. Hè. Ik kom uit een organisatie, daar waren we een zelfsturend team. Dus daar kun je zelf natuurlijk een keuze maken. Anders zou je dat samen met je teamleider moeten doen. Maar goed, als je uiteindelijk echt stappen wil zetten, is uiteindelijk denk ik wel wat commitment bovenin wel nodig. Of in ieder geval wel aan te bevelen. Aan de andere kant, wij hebben deze tool op eigen initiatief ingezet. En we hebben pas gaandeweg hebben wij de kwartiermaker hierover in kennis gesteld. Van, nou, we weten dat wij ook aan het nadenken zijn over onze positie in de organisatie. We komen met een advies waar je wellicht wat mee kan. Dus we hebben ook wel een beetje de grote broek aangetrokken om het gewoon zelf te doen. Dus aan de ene kant, ja, commitment is misschien wel handig. Om misschien niet teleurgesteld te worden. Aan de andere kant, ja, als je echt iets wil veranderen en misschien heb je dit juist nodig om dat commitment te krijgen, dan is dat ook een handige tool om te gebruiken. Oké, dankjewel. Dan laten we die vraag daarbij. Jasper, kan jij nog puntig en kort aangeven, een paar verschillen ten opzichte van 2014? En we zullen ook zorgen dat het op de website natuurlijk aangevuld wordt, maar graag jouw reactie daarop. Ja. Ja, dat zit eigenlijk zowel aan de kant van het advies wat de tool genereert, als de informatie die via de vragenlijst wordt opgehaald bij de gebruiker. Als ik bij dat laatste begin, wat eigenlijk een vrij wezenlijke vraag nu is, dat stukje van de interface, is dat, dat we ook een vraag hebben over je eigen ontwikkelperspectief. Dat zei ik al eerder in de presentatie. We vragen ook gewoon concreet uit, hoe sta je ervoor? Hoe beoordeel je eigen slagkracht, je ontwikkelurgentie. Ja, dat vinden we toch een heel wezenlijk stukje informatie om een verstandig advies te kunnen formuleren. Dus daarmee maak je het iets kwalitatiever, zeg maar, je informatiebasis. Dat is één. Als ik kijk naar de advieskant, zijn er twee, nou zijn behoorlijk wat verschillen, maar in ieder geval twee die eruit springen. We hebben het advies over formatie echt als een aparte component nu opgevoerd. Ja, omdat je toch ziet dat eigenlijk best een heel belangrijk onderdeel is van deze tool. In de vorige versie was dat gecombineerd met samenstelling van het team. Dus we hebben echt een aparte component nu van gemaakt, formatie. En eigenlijk is een nieuw bestanddeel van het advies, of hoofdcomponent, is het onderdeel beleid en planning en control. Want we eigenlijk hebben vastgesteld van ja, als teamveiligheid, als club die zich met veiligheidsvraagstukken bezighoudt,
heb je met zoveel partners te maken. Dat, laten we zeggen, dat onderdeel, beleid, planning en controle, als aspect van je organisatiemodel, eigenlijk zo wezenlijk is om effectief te kunnen zijn binnen je bredere gemeentelijke organisatie. Dat je, nou ja, dat hier gewoon in thuis wordt als een van de 5 centrale componenten. Dus dat is ook een stukje vernieuwing. Jasper, we hebben een vraag en dan laten we het daarbij. En dan vragen we jullie de presentatie ook te stoppen met delen. En zal Sander zijn sheets toonbaar maken. De vraag komt van Erik Groot van Ederen. Is er ook een model voor een werkorganisatie? Deze werkorganisatie bedient meerdere gemeenten. Kunnen jullie daar nog op ingaan? Oei. Of zeg je dat is stof voor een aparte webinar? Ja, daar zouden ze over moeten doordenken. Kijk, op zich heeft, ik zou je kunnen zeggen, Piet met zijn collega's de tool ingevuld voor de situatie dat je met meerdere gemeenten al samenwerkt. Ja, dus dat is, dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, de schaalgrootte van je gebied kan je verwerken in de tool. En daarmee kan je dus ook een advies uiteindelijk verkrijgen over hoe, nou, wat dan de logische omvang van je team bijvoorbeeld is. Dus dat, ja, ik vind het wel, ik moet daar nog even over doordenken eerlijk. Ik heb geen pasklaar antwoord hierop, maar ik heb het idee dat het gewoon wel kan eigenlijk. Maar, ja. Ik denk ook wel dat het kan. Dat ligt misschien ook wel aan hoe de werkorganisatie werkt. Er zijn werkorganisaties die hebben een ambtelijke werkorganisatie voor 3 gemeenten, maar die werken toch nog in 3 hokjes voor 3 gemeenten. Maar er zijn ook werkorganisaties die werken gewoon echt als één team voor 3 gemeenten. Ik denk in zo'n geval is een tool, de tool is sowieso wel te gebruiken. Alleen, ja, het ligt ook een beetje hoe die werkorganisatie dan werkt. Als het echt nog in gescheiden hokken voor 3 gemeenten werkt, dan wordt het misschien weer anders. Dan is het misschien haast aan te bevelen om het dan voor die gemeente weer in te vullen. Maar dat ligt een beetje hoe die werkorganisatie werkt. Ja, en eigenlijk de werkorganisatie die ik ken, die hier, hè, omdat het natuurlijk sowieso politiek bestuurlijk gescheiden is dan, hè, je hebt met meerdere besturen te maken, meerdere colleges, heb je altijd separate producten die je aan het maken bent, onvermijdelijk. Dan moet je separate producten naar die 3 raden toe. Dus ja, het gaat wel ergens knellen, denk ik. Maar nou, ik denk wel interessant. Zullen we de afspraak maken dat we contact gaan opnemen met Erik? En daar misschien nog even op een ander moment over nadenken. En dan kan hij ook meer toelichting geven over de achtergrond. Dan wil ik jullie nu vragen om jullie presentatie te delen. En gaan we luisteren naar Sander, onze collega, die wat meer gaat vertellen over die module benchmark. De naam is al een paar keer genoemd, maar hij gaat de taak op zich nemen om die te vullen. En zal zorgen dat die over enige tijd voor u beschikbaar is. En hij gaat daarover graag even de stappen met jullie doornemen. Ben jij er klaar voor, Sander, in de zin dat jouw presentatie aan het uploaden is? Dan geef ik jou nu het woord. Is mijn microfoon zonder gemuted? Nou, goedemorgen allemaal. Allereerst dankjewel voor het woord. Ik zal mezelf ook even voorstellen. Mijn naam is Sander Schaap en ik ben nu sinds een klein maandje bezig als afstudeerstagiair bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Ik zal mij de komende maanden gaan bezighouden met het inrichten van de tool en de benchmark OMV op orde. Mijn achtergrond is integrale veiligheidskunde aan de Hogeschool van Utrecht. Ja, Jasper die heeft net al heel duidelijk uitgelegd hoe het maatwerkadvies in elkaar zit, dus daar zal ik niet verder op ingaan. Mijn taak is om de benchmark die linksboven in het scherm staat te gaan inrichten. Nou, nu hoor ik u denken, wat is een benchmark? Nou, ja, een benchmark is eigenlijk een meetlat waar je organisatie langs legt om deze te vergelijken met andere en met de ideale situatie. De essentie gaat bij benchmarking om 3 verschillende stappen. De eerste is het vergelijken van de eigen processen en prestaties met die van de andere deelnemers. Het analyseren van de verschillen tussen de diverse processen en prestaties en te proberen te begrijpen waarom deze zo worden toegepast.
en het verbeteren daarvan aan de hand van de informatie verworven tijdens dit proces. Nou ja, een benchmark is dus ontzettend handig om de processen en prestaties van uw organisatie te optimaliseren. Wat zeker in de huidige maatschappij van ontzettend groot belang is, gezien uw organisatie continu moet blijven meeontwikkelen om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. Nou ja, om deze benchmark voor u te kunnen realiseren, hebben wij echt wel data van u nodig. U zult daarom binnenkort een mail van mij ontvangen waarin ik u uitnodig om een vragenlijst in te vullen. En hoe deze er ongeveer uit zullen zien, deze vragen, zal ik ook even in meenemen. Nou, een aantal voorbeeldvragen zitten op het scherm staan. Dus bijvoorbeeld, hoeveel adviseurs werken er binnen uw cluster OOV? Hoe is die binnen het organogram opgehangen? En in welke frequentie en vorm koppelt u terug over uw voortgang richting de raad? U kunt deze vragenlijst zelf invullen of samen met uw team. Het handige van als u met uw team invult is dat u eigenlijk gelijk het gesprek aangaat over dit onderwerp. Maar u bent ook meer dan welkom om deze vragenlijst samen met mij in te vullen via een teamsvergadering. Gezien het voor ons zo ontzettend belangrijk is dat u deze vragenlijst invult, heb ik daar meer dan genoeg tijd voor vrijgemaakt. Want hoe meer data wij ontvangen, des te beter de tool. En hoe beter de benchmark ingericht kan worden, zodat u op de juiste manier uw organisatie kunt vergelijken met de anderen. Door de jaren heen zal de tool steeds beter en accuraat worden, omdat via de website steeds meer gemeenten deze zullen invullen en gebruiken. Maar om te beginnen hebben wij eerst wel flink wat data nodig om een start te kunnen maken. En daarom is uw medewerking zo belangrijk om dit project te laten slagen. Op het scherm zit mijn globale planning. Daar neem ik u graag even mee doorheen. Nou, we zitten nu in september, eind september. De vragenlijst is zo goed als definitief. Deze zullen we medio oktober, als hij ook in het format verwerkt is, aan u versturen. Dan hoop ik half november alle data binnen te hebben, zodat we dit kunnen gaan verwerken en kunnen gaan invullen in de database. En de tool is dan uiteindelijk om de benchmark uiterlijk in januari online te hebben op onze website, klaar voor kosteloos gebruik door u. En het nieuws dat deze werkt online staat, zullen wij met een artikel in onze nieuwsbrief publiceren. Met uiteraard de oproep om hier gebruik van te gaan maken. Dan heb ik nu nog even mee aan de vervolgstappen. Nou ja, allereerst zult u de vragenlijst toegezonden krijgen. Deze kunt u vervolgens zelf invullen of met mij samen via een Teamsmeeting. Dan zal ik de data gaan verwerken in de database en de benchmark. En de rode lijn die hieruit volgt zal ik gaan presenteren aan de hand van enkele tabellen en grafieken in de vorm van een factsheet. En wanneer dan al die data verzameld is, zal deze verschijnen op onze website voor kosteloos gebruik. Dan heb ik nog een klein verzoek aan jullie. Namelijk dat ik met een aantal van jullie wat verdiepende interviews zou willen afnemen via Teams. Ten behoeve van het artikel wat uiteindelijk in de CCV nieuwsbrief verschijnt wanneer de tool online gaat. Het doel hiervan is eigenlijk om goede verhalen, goede voorbeelden uit het land met elkaar te delen. En dit interview zal wat dieper en langer ingaan op de vragenlijst. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de afweging of de overwegingen die u heeft gemaakt binnen het keuzeproces omtrent uw afdeling OOV binnen de gemeente. En wat de gedachtegang hierachter is. Deze interviews zullen online via Teams plaatsvinden en maximaal een half uurtje duren. Mocht u interesse in en tijd voor hebben, laat het dan alsjeblieft tijdens het webinar weten in de chat. Of stuur mij een mailtje achteraf en dan neem ik zo graag binnenkort met u contact op. Dan tot slot, mocht u na dit webinar nog kampen met vragen omtrent de tool en benchmark OOV op orde, neem dan vooral contact op via sander.schaap@ccsv.nl. En dan zullen wij nu een korte koffiepauze houden, 5 minuten. Dus ik stel voor dat we om 10:50 ondertussen. We gaan echt heel erg scherp. Het is 10:34 en we hebben de rest van de tijd nodig. Dus over 5 minuten gaan wij echt weer van start. Dankjewel Sander voor jouw verhaal. En we zien de rest van de deelnemers graag terug voor trends en ontwikkelingen die wij zien en in het IVP verwerkt kunnen worden. Dus tot zo. Dankjewel.
Goed, welkom terug, hoop ik. Dus even een hele korte break voor koffie, thee en even de benen strekken. Want dat is natuurlijk ook belangrijk als we zo veel stilzitten. We gaan terug met het tweede gedeelte van dit webinar. En dat gaat, zoals aangekondigd, over het integraal veiligheidsbeleid en met name het integrale veiligheidsplan. Op dit moment heel actueel, dus we horen dat de gemeenten volop aan het schrijven zijn en hun proces daarvoor aan het inrichten. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij om dat te horen. Gisteren zat ik nog in een webinar vanuit de regio Rotterdam. En daar is ook gemeenschappelijk besloten dat iedere gemeente een IVP schrijft. Ook met redelijk het format van het integrale veiligheidsplan. Goed, waar gaan we het dit tweede gedeelte over hebben? Ik ga u meenemen in een stukje belang van een integraal veiligheidsplan. Recent onderzoek in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht. En welke onderwerpen hebben landelijk de aandacht op dit moment? Jasper zal het dan van mij overnemen. En die gaat met u de verdieping in met een aantal van die onderwerpen. En hoe die een plekje kunnen krijgen in het IVP. En ook nu weer, u kunt vragen in de chat zetten voor op het einde. Gaan we kijken of we die met Jasper kunnen doorlopen. Goed, wij stellen deze vragen eigenlijk niet zozeer aan gemeenteambtenaren, maar meer aan raadsleden. Daar presenteren we ook voor, want ook hen betrekken we natuurlijk bij het veiligheidsbeleid en wat hun daar rol bij is. En als we ze de vraag stellen, waar vindt u, bij wie ligt de regie op het lokale veiligheidsbeleid en deze keuzemogelijkheden geven, dan zagen wij nog vorig jaar in onze enquête dat mensen dit antwoord gaven. Raadsleden denken op basis van deze vraag vooral dat de regie van het lokale veiligheidsbeleid bij de veiligheidsgemeente ligt. Gelukkig slaan ook heel een aantal de gemeenten niet over, maar het is niet het meest gegeven antwoord. Vervolgens stelden we dus de vraag, waar zou de regie volgens u moeten liggen? Nou, gelukkig geven zij dan in grotere getalen aan dat ze eigenlijk wel vinden dat de gemeente daar een taak in heeft. Nou, daarom eigenlijk geven wij ook aan van waarom is de raad blij met uw inspanningen. Zij moeten geholpen worden en ook de nieuwe raadsleden die al niet heel lang actief zijn. Daarnaast hebben we ook raadsleden met wat minder affiniteit met het veiligheidsdomein. Zij moeten hun rol leren weten in het zin van controlerend, kaderstellend, beleidsmakend. En het integraal veiligheidsplan helpt daar natuurlijk bij uitstek bij. Een IVP zet dus de koers uit voor deze raadsleden en ook met deze raadsleden. Vanuit de OOV-afdeling beschrijft u waar de extra inspanningen vanuit de gemeente op het veiligheidsdomein gaan plaatsvinden. En je blikt terug en evalueert het beleid van de afgelopen 4 jaar. Nou, wat de raad natuurlijk ook heel belangrijk vindt, is dat er in het plan tot uiting komt op welke wijze u samenwerkt en of het om een gedragen gemeentelijk beleid gaat. We zeggen altijd, het format van het integraal veiligheidsplan is niet verplicht. Het gegeven dat u een strategisch plan voor de komende 4 jaar moet hebben, dat is volgens artikel B van de politiewet wel een verplichting. En omdat alles rondom dat kernbeleid in feite uitgewerkt is, zeggen we, ja, doe u er voordeel mee. Dat scheelt u tijd en middelen. Het hele stappenplan is voor u beschikbaar. Heel veel formats zijn al beschikbaar. Dus daar kunt u mogelijk wat tijdwinst opboeken. En dat is tijd, kostbare tijd die u in het proces kunt steken. Nou, we doen ook onderzoek in samenwerking met de Hogeschool van Utrecht om te kijken of dat IVP in deze format nog gebruikt wordt door gemeenten. En we constateren dat zo'n tussen de 89% en 91% van de gemeenten over een actueel IVP beschikt. Enkele zaken die ons opvallen. Veel gemeenten werken er in ieder geval nog mee. Dus dat vinden we belangrijk om te constateren. Veel gemeenten kennen ook het kernbeleid veiligheid. Dus voor hen horen die twee dingen echt bij elkaar. In dat kernbeleid hebben we het over going concern en prioritaire thema's. Nou, we gaan het de rest van de resterende tijd vooral over die prioriteitsthema's hebben. Dat wil niet zeggen dat al het andere opeens niet meer gedaan wordt. Maar de speerpunten krijgen wat extra aandacht.
Als u de overweging heeft om met 15 tot 16 speerpunten te komen, zou ik zeggen in het kader van verwachtingsmanagement, kijk goed naar tijd, mensen en middelen. Wij komen tot de constatering als we alle plannen landelijk bekijken. En een uitgebreide steekproef die we gedaan hebben de afgelopen periode, dat we zo'n 4,3 speerpunten tegenkomen in een gemiddeld IVP-plan. We zien nog steeds de looptijd van 4 jaar, die wordt het meeste gebruikt, alhoewel we soms ook 2 jaar zien. Dat betekent alleen dat u na 2 jaar het proces nog een keer moet doorlopen. Het voordeel daarbij is dat u over een actueel plan beschikt, want 4 jaar in de toekomst kijken met de snelheid van de verandering op dit moment is wel een uitdaging. De meeste zijn nog steeds traditioneel geschreven. Sommige gemeenten gaan de uitdaging aan om het op 1 of 3 A4 te krijgen met heel veel creativiteit. Ja, wat ons betreft volgt vorm de inhoud. Dus daarin zit een stukje smaakverschillen. Maar af en toe hebben we bij sommige plannen wel een kleine let op. Weet dat de meeste IVP's natuurlijk online geplaatst worden, hoewel ze door bewoners niet snel gelezen zullen worden. Het is wel beschikbaar, dus ook met vakjargon afkortingen geven we mee. Hou het leesbaar en liever te simpel dan te complex. Naast zo'n strategisch plan volgt vervolgens het uitvoeringsplan. Dat is het tactisch operationele plan voor 1 of 2 jaar. Daaraan koppelt u bemensing, middelen en wie de regie op zich gaat nemen. Dus zeker ook een hele belangrijke stap. En nogmaals, we zullen het vaker benadrukken in de komende tijd, dat IVP is een product van die samenwerking met partners. Dat proces kost tijd. In feite ben je vanuit de OOV-afdeling het hele jaar door met dat proces bezig, hè? Want welk thema is op dit moment niet domeinoverstijgend? U heeft die zorgpartijen nodig en het welzijnswerk, maar ook ruimtelijke ordening, ook de handhaving. En u zult eigenlijk samen moeten werken om te komen tot dat IVP, waar u weliswaar de regierol in hebt qua het schrijven en qua het organiseren van het proces, maar waarbij u de problemen absoluut niet meer opgelost krijgt zonder deze andere partners. En vandaar dat we ook eigenlijk zeggen, het proces om tot een IVP te komen kost van 3 tot 6 maanden. Dat heeft niets met het schrijfproces aan zich te maken. Dat kan heus wel veel sneller, maar juist om die partijen mee te nemen. Nou, als u hier de stappen ziet die u ook rustig kunt nalezen in het product Kernbeleid Veiligheid, wat te vinden is op de website van VNG en het CCV, dan ziet u een opstartfase. U gaat zich bezighouden met de veiligheidsanalyse, cijfers die u aangeleverd krijgt vanuit de politie, wellicht een samenwerkingsverband veiligheid, zoals in Midden-Nederland een RVS, in regio Rotterdam een FAR. Maar u krijgt dat ook van andere partners aangeleverd. En als u het niet aangeleverd krijgt, dan horen we ook dat gemeenten daar interviewrondes om doen. Een prioriteringssessies met deze lokale partners, waar diverse gemeentelijke afdelingen bij aanwezig zijn. De politie, veiligheidsregio. Soms komen we daar brandweer tegen. OM met kennis over hoe het in de wijk gaat. En in zo'n sessie komt u tot prioritering, wat voor u input is om vervolgens dat IVP op te kunnen stellen en kunt rekenen op draagvlak. Nou, nogmaals, daar gaat de tijd in zitten. Hier een overzicht hoe gemeente Woerden-Oudewater dat procesmatig in kaart gebracht heeft om te komen tot dat nieuwe IVP in het tweede kwartaal van 2023 zijn zij het proces na de zomer gestart. En ziet u hier de stappen welke ze doorlopen en hoe ze deze ook aan hun partners gecommuniceerd hebben. Als u inspiratie op wilt doen, dan hebben we voorbeeldplannen in onze CCV-database zitten. Als u ook uw plan gereed heeft, stuur hem bij ons in en we vullen het aan. Alles wat we nieuw binnenkrijgen, zetten we daar graag op, zodat u daar ook een kijkje op kunt nemen. Nou, even een aanloop richting het verhaal wat Jasper verder zal gaan uitdiepen. In de huidige IVP's, welke speerpunten hadden de aandacht? Als u nog het model kent met de 5 velden, dan staat het blauwe veld voor die veilige wonen- en leefomgeving. Nou, laten we zeggen 4 jaar geleden
zie je, daar ging heel veel aandacht naartoe. Er zit ook het zorg- en veiligheidsdomein onder. Ondermijning volgt in dat opzicht op een tweede plek met 28% van de speerpunten die we op dat gebied tegenkwamen. Dan hebben we het over drugsondermijning, cybercriminaliteit, maar daar zit ook radicalisering, een stukje maatschappelijke onrust in. En de andere velden zagen we wat meer in de going concern thema's terug. Nou, wij verwachten daar een verandering in bij de komende IVP's. En laat u vooral helpen door rapportages, onderzoeken die landelijk voor u ontwikkeld worden. Zo heeft VNG een essay laten schrijven door de heer Pieter Tops met lokaal veiligheidsbeleid in 2030. U kunt gebruik maken van de landelijke veiligheidsmonitors naast die vanuit uw gemeente. Platform 31 als kennisinstituut en de handreiking natuurlijk zelf, waar een opsomming van nuttige bronnen per thema staat. Dus weet wat er landelijk, regionaal, maar bovenal ook lokaal speelt, want dit IVP is een lokaal instrument. Goed, speerpunten die wij landelijk zien in de stukken van het ministerie en van de regio's is dat de focus gaat komen te liggen op onder andere de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. U ziet in de thema's daaronder de jonge aanwas, de bestuurlijke aanpak en de vastgoed, om enkele speerpunten te noemen. Cybercrime blijft onze aandacht houden. Dat zie je natuurlijk ook in de criminaliteitscijfers terug. Klassiek daalt, cyber stijgt ontzettend. En we denken dat ook terug te gaan zien in de IVP's. Maatschappelijk ongenoegen en polarisatie. Het zal nog niet altijd met cijfers onderbouwd kunnen worden. We horen termen als veenbrand, het borrelt. Mensen zijn boos op elke beslissing die we in bepaalde wijken nemen. Dus daar gaat zeker wel aandacht voor gevraagd worden. En zorg en veiligheid. Ik denk dat we al mooie stappen gemaakt hebben om de twee domeinen dichter tegen elkaar te krijgen. Maar dat is nog lang niet klaar. Nou, hier een voorbeeld van hoe Woerden Oudewater een veiligheidsanalyse maakt en toelicht aan die lokale partners. Dit is een voorbeeld hoe de cijfers, maar ook de trends en ontwikkelingen en de aandachtspunten in hun plan gepresenteerd gaan worden. En dan geef ik nu graag het woord aan Jasper, die met u enkele verdiepende onderwerpen gaat uitwerken. En als er vragen zijn, dan komen we daar na het onderdeel van Jasper graag op terug. Ja, dankjewel Lilian. Ik ga mijn presentatie ook openen. Ja, ik zal in de tijd die ons rest eigenlijk vooral op drie zaken richten. Dat kunnen we niet in extenso uitwerken natuurlijk, want daarvoor hebben we onvoldoende tijd en daarvoor zijn die onderwerpen ook te complex. Maar wel belangrijk om daar een aantal actualiteiten te belichten. Ten eerste het onderwerp digitale veiligheid. Nou, houdt ons allemaal bezig denk ik. Ik wil daarna even de schakeling vanuit digitale veiligheid naar het IVP, het kernbeleid veiligheid maken. Van hoe ziet dat er nou uit? En ik wil ook nog kort stilstaan bij hoe je nou integraal vanuit verschillende beleidsdomeinen aan ondermijning in het buitengebied, specifiek barrières tegen de criminele inmenging, kunt werken. En hoe kun je elkaar nou versterken vanuit verschillende domeinen bij het opwerpen van de barrières? Dat is eigenlijk meer als voorbeeld van hoe je integraal werken aan veiligheid nou concreet maakt. Nou ja, natuurlijk ook als basis voor het verder goed gestalte geven dat item integraliteit in je IVP uiteindelijk. Dan eerst dat onderwerp digitale veiligheid. Duidelijk mag zijn dat een behoorlijke opmars aan het maken is. Dat wil zeggen industriële veiligheid, maar meer de digitale veiligheidsrisico's natuurlijk. En dat zie je wereldwijd.
nationaal, regionaal, lokaal. Je ziet het in de publieke omgeving, maar zeker ook in de private omgeving. Hè, als burgers, bedrijven en overheden hebben met z'n allen last van het hacken via internet, ransomware, DDoS aanvallen, oplichting via het internet, het geblokkeerd raken van systemen. En wat iets meer zei, eigenlijk een heel groot en groeiend vraagstuk. Wat een goede plek moet hebben in het lokaal veiligheidsbeleid. Als gemeente heb je met de verschillende aspecten van dat grote vraagstuk digitale veiligheid te maken. Via je de tools, je taken, maar ook het gegeven dat je verantwoordelijk bent voor de veiligheid en kwaliteit van de lokale gemeenschap. Inclusief de burgers en bedrijven die zich daar bevinden. Bovendien heb je als gemeente zelf ook te maken met stevige digitale veiligheidsrisico's. Dus je hebt ook je eigen organisatie veilig te maken. Goed. Nou biedt op zich de methode kernbeleidsveiligheid houvast bij ook het oppakken van dit onderwerp. Tegelijkertijd is het zo dat we... Dat we in de versie van 2021 dat nog niet in zijn volledigheid hebben kunnen oppakken. Dat is eigenlijk het onderwerp is daarvoor gewoon te groot. Dus wat we eigenlijk recent gedaan hebben, is vanuit de VNG natuurlijk, is een verdiepingsstoel bij kernbeleidsveiligheid opgesteld, specifiek over het item digitale veiligheid. Is in maart 2022 beschikbaar gekomen, net voor de gemeenteraadsverkiezingen was dat trouwens. En in dat product leggen we precies uit van waar zitten nou je risico's en hoe integreer je dat nou op een goede manier in je IVP. Overigens is het zo dat die focusbladen, die hebben we vaker gemaakt rond wat complexere veiligheidsvraagstukken als een soort een extra tool in relatie tot kernbeleidsveiligheid. Kernbeleidsveiligheid en deze focusbladen zijn overigens natuurlijk terug te vinden op de website van de VNG. Maar goed, ik ga een en ander, ik ga wat nader in nu op hoe hebben we dat nou opgepakt in dat focusblad. Kijk, wat om te beginnen eigenlijk heel wezenlijk is aan de methodiek kernbeleidsveiligheid en dus ook bij het verder proberen in gericht te krijgen van dat item digitale veiligheid is het onderscheid tussen veiligheidsrisico's en aanpak. Zou je zeggen, dat is nogal wiedes en dat is het in zekere zin ook zo. Maar zeker bij digitale veiligheid, het woord zegt het al, digitale veiligheid, je hebt het al niet meer over een risico, je hebt het over een veiligheidssituatie die je kennelijk al hebt gerealiseerd of waar je aan werkt. En wat natuurlijk ook het punt is bij digitale veiligheid, gaat het al heel snel over het eigen huis op orde van de gemeente. Nou, het is natuurlijk ook ontzettend belangrijk om je eigen systemen goed beveiligd te krijgen. Maar om het zeg maar echt scherp te krijgen in je IVP, is het cruciaal om dat onderscheid te maken, ook bij dit onderwerp. Maar dat geldt eigenlijk voor alle andere veiligheidsvraagstukken ook bij ondermijning bijvoorbeeld. Om aan de ene kant, wat zijn nou eigenlijk je veiligheidsrisico's, aan de andere kant, wat zijn de hoofdlijnen in je aanpak? Nou, we hebben dat eigenlijk afgepeld voor dat focusblad en ook netjes uitgeschreven in het focusblad. Eigenlijk komen we uit op vier hoofdtypen risico's waar je als samenleving mee te maken hebt en waar je als gemeente ook een zekere invloed op hebt. Hè? Want dat tweede is natuurlijk minstens zo belangrijk. Er zitten er twee vrij dicht bij elkaar. En dat zijn de eerste twee die hier zitten staan. Dat is kwetsbaarheid van informatie en kwetsbaarheid van systemen. He, dus als je bij kwetsbaarheid van informatie kan je denken aan, dan gaat het vooral over privacy aspecten. Dus het laten zeggen het verrommelen van het beheer van informatie, het diefstal van informatie, aantasting van de integriteit van informatie. He, dat zijn de risico's die daar zitten. Als het gaat om de kwetsbaarheid van systemen, zit je meer op het vlak van het geblokkeerd kunnen raken van systemen. Andere risico's zijn echt van een andere orde, maar wel degelijk onder digitale veiligheid te scharen.
Ten eerste de gedigitaliseerde criminaliteit. Hè, dus dan moet je inderdaad denken aan de vermogenscriminaliteit die via het internet plaatsvindt. En daarnaast als vierde type risico, belangrijk te vermelden, eentje eigenlijk die digitale veiligheid is in de breedte in opmars, maar die vierde is eigenlijk heel specifiek erin, is de online aangejaagde ordeverstoring. En dat, nou goed, we hebben ons allemaal nog, we hebben de avondklokrellen rond COVID, een avondklokkensluiting daaromheen, nog vers op het netvlies. Maar je kunt er zijn ook andere voorbeelden daarvan natuurlijk. Nou, dat zijn eigenlijk de vier risico's die we hebben benoemd in het focusblad. En nou, bij elk van die risico's, daar past een bepaalde hoofdlijn van je aanpak. Nou, die staan daar beschreven. Die eerste twee, daar zit het heel erg in het segment van eigen huis op orde. Maar een stap verder is de keten op orde. En uiteindelijk zit daar ook je eigen preparatie als lokaal bestuur, maar ook in de regio en landelijk op die cyberincidenten. Hè, waarbij je ook trouwens ziet dat de veiligheidsregio's daarin een steeds belangrijkere rol krijgen. Als je kijkt naar de derde risicocluster, en ik kijk even naar de gemeentelijke aanpak daarop, ja, dan zit dat eigenlijk vooral op, op preventie, hè, dus awareness trainingen, maar ook communicatie met burgers en bedrijven. Dus dat zit heel sterk aan die preventiekant. Overigens zie je ook wel dat steeds meer gemeentes ook de daderkant proberen vorm te geven. Dus gaan kijken van, ja, wie zijn nou eigenlijk die delinquenten even kijken, daar gaat denk ik iets niet goed met de presentatie nu. Even kijken, misschien moet ik het beheer even krijgen. Nou, nog even. Heb ik niet de dia's? Ik moet weer daar op mijn veld. Oké, zo? Ja. Waar hebben ze het voor gewacht? Ze kunnen zelf doorklikken. Oh, zo, oké. Even nog voor het afsluiten, want er was even een technische disruptie. Vier type risico's. Vier en daarbij behorende hoofdlijnen van je aanpak. Kijk, dat is in kernbeleid veiligheid. En het, laten we zeggen, effectieve werken aan veiligheidsvragen is eigenlijk de crux. Hè? Dat je dat goed uit elkaar houdt. En dat hebben we voor digitale veiligheid geprobeerd te doen. Wat ik heb gemerkt is dat als je het zo benadert, dat je het ook echt goed, in controle krijgt het onderwerp. Hè? Het is echt een onderwerp dat je moet zien te temmen. En dit is een kader, een definitie die daarbij helpt. Dus dat, ik zou zeker je willen aanbevelen om eens kennis te nemen van het focusblad. Als je denkt van, nou ja, ik wil het onderwerp digitale veiligheid in het IVP een goede plek geven. Als we dan... Het tweede item wat ik wilde belichten is hoe zit dat nou in relatie tot kernbeleid veiligheid en daarmee ook tussen het IVP. Dit is het raster wat we allemaal kennen. Dat zijn de vijf veiligheidsvelden binnen kernbeleid veiligheid. Die hebben we eigenlijk in 2003 al bedacht en die staan in feite nog als een huis overeind. Wat natuurlijk interessant is dat we met dat onderwerp digitale veiligheid in een fase komen waarbij je kunt afvragen of er niet een zesde veld zou moeten worden toegevoegd. Uiteindelijk kan je stellen, ja, dat is wel echt een nieuwe dimensie in onveiligheid. En dat is eigenlijk, nou ja, dat heeft toch behoorlijk lang geduurd voordat die dimensie zo groot was. Maar ik denk dat de tijd rijp is om daar op deze manier ook in het palet van kernbeleid veiligheid een goede plek aan te geven. In ieder geval heb ik tot nu toe gemerkt in een aantal lokale trajecten dat als je het zo zeg maar inpast in het geheel, dat je dan die integraliteit ook rond digitale veiligheid op een goede manier kunt uitwerken, verkennen, ook met je partners intern, extern en het ook in je IVP op een goede manier kunt integreren. Op zichzelf een hele interessante ontwikkeling natuurlijk. Even met oog op de tijd wil ik het onderwerp digitale veiligheid en KV nu even laten voor wat het is. Als daar vragen over zijn, dan beantwoord ik die hier graag natuurlijk. Ik wil afsluiten voor vandaag met het item integraal werken en in het IVP. Dat is eigenlijk je IVP natuurlijk de basis om integraal aan veiligheidsvraagstukken te kunnen werken. Wat natuurlijk
eigenlijk altijd een beetje de vraag is, hoe krijg je dat nou goed tastbaar? Hè? Want het is natuurlijk snel gezegd, ja, we gaan met z'n allen aan het onderwerp zorg en veiligheid werken of aan ondermijning. En, maar waar zit dat nou precies in? Hè? Wat zijn nou die mogelijkheden van je interne partners rond dat soort veiligheidsvraagstukken? Om toch te proberen dat wat tastbaarder te maken, wil ik nu even kort kijken naar het onderwerp ondermijnende criminaliteit in het buitengebied van gemeentes. Behoorlijk wat gemeenten die zijn daarmee bezig. Hè, proberen de criminele inmenging in het buitengebied beter tegen te houden, daar barrières tegen op te werpen. Hè, zodat die criminele netwerken niet goed kunnen landen in dat buitengebied. Nou, en dus het is inderdaad is een mooi onderwerp om eens te kijken van ja, wat kunnen nou je interne collega's, dus de andere beleidsdomeinen op dat onderwerp. En dan even specifiek wil ik het toespitsen op omgevingsbeleid en ruimtelijke keuzes die je als gemeente ook de hele tijd aan het maken bent, ook in relatie tot het buitengebied. En te bekijken van ja, wat zijn daar nou aanknopingspunten om ook die barrières tegen criminele inmenging daar, te versterken als je dan toch bezig bent in het buitengebied vanuit de ruimte. Kijk, als je dat probeert wat tastbaar te maken, kom je op dit soort elementen uit. Kijk, wat je als domein ruimte, en dat doe je natuurlijk in je omgevingsbeleid, je omgevingsvisie en je omgevingsplan uiteindelijk. Of laten we zeggen, veel gemeenten werken nu gewoon op bestemmingsplannen. Wat je onder meer aan het doen bent natuurlijk via dat soort kaders, is functies een plek geven op je gemeentelijk grondgebied, ook in het buitengebied. En wat je dus in feite kunt doen, is samen met het, dus in de wisselwerk tussen ruimte en veiligheid, is kijken van ja, op welke plekken in het buitengebied is het nou verstandig om, bijvoorbeeld bepaalde toeristische functies eens wat te versterken. Omdat je hebt vastgesteld dat daar een zekere kwetsbaarheid is voor bijvoorbeeld, ik noem wat drugsdumpingen of hennepkwekerijen of dat soort praktijken. He, dus op het moment zeg maar, dat je zegt, nou, we zijn bezig bijvoorbeeld willen het watertoerisme versterken rond een natuurplas. Of we willen in de sfeer van vakantieparken bepaalde ontwikkelingen. Ja, dan is het ook wijs om eens met veiligheid te kijken van ja, oké, als we dat nu gaan doen, wat is dan wijsheid qua precieze locatie en precieze karakteristieken van zo'n functie? Omdat je daarmee tegelijk die weerbaarheid kunt vergroten van het buitengebied. Een andere invalshoek zou kunnen zijn dat je zegt van, we willen die zichtlijnen wat versterken in het buitengebied, dus dat er wat meer openheid komt. Vanuit ruimte heb je dan je aanknopingspunt landschappelijke inpassing. Dat is natuurlijk ook gewoon eigenlijk een regulier beleidsonderdeel in het brede gemeentelijke repertoire. Hoe wil je dat gebouwen in het buitengebied landschappelijk ingepast worden? Nou, daar kan je keuzes in maken. Afhankelijk van hoe je dat doet, heb je ook meer zicht en openheid in je buitengebied. Hè? Je kunt op een gegeven moment zeggen, van, nou, rond die agrarische gebouwen willen geen strakke rijen bomen meer. Maar je zegt van, je kunt er ook voor kiezen om dat wat meer schetsmatiger te doen. Vanuit het idee van landschappelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing. Er zijn ook vrij veel gemeenten die dat doen momenteel. Die wat afstappen van die hele strakke bomenrijen rond het agrarische gebouw. Maar daar zit een verbinding in met barrières opwerpen tegen criminele inmenging in het buitengebied. Dus die kan je ook benutten en daar kan je de samenwerking mee zoeken. Een andere niet onbelangrijke is het hele punt van die transformaties van die agrarische bedrijven. Het is natuurlijk een ongelooflijk groot en complex onderwerp en het wordt alleen nog maar actueler en groter. Het is natuurlijk vanuit veiligheid en specifiek vanuit je ondermijningsaanpak is er eigenlijk een ontzettend groot belang dat dat effectief gebeurt. Anders gezegd, dat laten we zeggen de transformaties van die agrarische bedrijven, dat die effectief plaatsvinden en liefst ook een beetje snel. Omdat als je erin slaagt om agrarische ondernemers te behouden voor het buitengebied, wat je daarmee in feite doet is een stukje sociale weerbaarheid, sociale controle eigenlijk op peil houden. En dat is eigenlijk een hele andere invalshoek ten opzichte van richting die transformaties. Want daar zit natuurlijk het grote vraagstuk primair in van ja, wat is economisch vitaal haalbaar in het buitengebied? En hoe ziet het qua bijvoorbeeld stikstofdepositie en andere milieuvraagstukken eruit? Maar een ander op mensen zeg maar die zegt van ja, we willen graag dat de agrariërs daar blijven wonen. Dan kan je misschien zeggen ja, laten we eens kijken of we via het ruimtelijk beleid, dus het bestemmingsplan,
omgevingsvisie en omgevingsplan. Of er mogelijkheden zijn om het behouden van agrariërs door middel van andere type bedrijvigheid, om daar een soort impuls aan te geven. Het is voor de weerbaarheid van je buitengebied eigenlijk een superbelangrijk onderdeel. En in feite ook een quick win. Dus ik krijg het signaal dat we echt door de tijd heen zijn. Dus ik wil die laatste twee items, die licht ik graag nog eens toe aan mensen die daar hele specifieke vragen over hebben. Die omgevingstafel is al een hele interessante trouwens. Daar worden nieuwe initiatieven behandeld. Dus dit wil ik eigenlijk meegeven over het integraal werken aan ondermijning in het buitengebied. Dus de wisselwerking tussen veiligheid en in dit geval specifiek het ruimtelijk domein. Echt heel veel kansen om samen die barrières te versterken. En hetzelfde type mechanisme zie je ook bij andere onderwerpen binnen het IVP. En hiermee wilde ik het eigenlijk afsluiten. Oké, dankjewel Jasper. We zijn inderdaad over de tijd heen. Dus het voorstel is dat wij nu bij de mensen in ieder geval gaan bedanken voor de aandacht en interesse. En we hopen jullie weer van wat informatie voorzien te hebben richting een extra stap, richting het schrijven van het IVP. Tot aan het gaan bekijken van de tool OOV op orde. Voor de mensen die vragen gesteld hebben of dat alsnog willen doen, of geïnteresseerd zijn in het luisteren naar de antwoorden op deze vragen, stel ik voor, blijft u gerust hangen. Dat onderdeel gaan wij nu tot ons nemen. Maar moet u naar een vervolgafspraak, dan begrijpen wij dat natuurlijk ook volledig. Dus in ieder geval bedankt voor de interesse en we hopen u graag weer op andere dossiers, webinars en bijeenkomsten te zien. Neemt u vooral een kijkje op onze agenda. Volgende week 6 oktober hebben we een interessant congres over jonge aanwas. Raad ik zeker aan om te komen. Dus neem een kijkje op de CCV agenda en hopelijk tot binnenkort. Vragen die binnen zijn gekomen. Nou, één denk ik richting onderdeel wat ik gepresenteerd heb. Waarom oppassen met te veel creativiteit? Werd er gevraagd. Dat zit voor mij een beetje in de combinatie met de wens om alles ongelooflijk in te korten tot praatplaatformaat, om het zo maar te zeggen. Er is natuurlijk niks op tegen om zo'n document erbij te hebben. En als u zegt, ja, dat is wel wat bewoners of ondernemers lezen, dan is dat op zich natuurlijk winst. Om afspraken met je partners te maken, denk ik over het algemeen dat je toch iets meer nodig hebt dan 1 A4'tje, wat echt helemaal tot de hoofdpunten verworven is door een vormgever. Omdat er dan eigenlijk alleen termen overblijven als ondermijning en zorg of een leefbare wijk of dat soort zaken. En dan vraag ik me altijd af, ja, wat is de boodschap en hoe snappen partners welke rol zij daarin hebben? Dus ik vind creativiteit, als het ondersteunend is, natuurlijk helemaal prima. Maar soms slaat de verkorting denk ik een beetje door. Dus dat is meer de achtergrond van mijn opmerking. We hebben nog een andere vraag gekregen. Ik denk richting Jasper. Je noemde eigenlijk net al die samenwerking met ondermijning en het buitengebied. Er is ook een vraag binnengekomen bij de aanmeldingen. Hoe verhoudt het kernbeleid veiligheid zich tot de uitvoering in het sociaal domein? Wat is wenselijk en wat is werkbaar? En ik heb het idee dat dit op dit moment heel veel bij gemeenten speelt. Het zoeken naar de verhoudingen tussen aantal OOV'ers en aantal mensen die in het sociaal domein werken. De problematieken die daar spelen. Kun je daar wat op ingaan? Er zijn nogal wat verbindingen te leggen tussen sociaal domein en veiligheid. En dat zit hem zowel in de veiligheidsvraagstukken zelf als in de aanpak natuurlijk. Kijk, als je het afpelt, de complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid, dat is typisch natuurlijk een groot veiligheidsonderwerp. En dat is typisch ook een veiligheidsonderwerp waar domein veiligheid of OOV en sociaal domein samen moeten optrekken. En ook samen optrekken tot aan de veiligheidshuizen toe, want dat heet nu ook zorg- en veiligheidshuizen. Dus in feite is die infrastructuur wel best heel behoorlijk al gelegd. Er zit natuurlijk ontzettend veel onderdelen in die hele keten rond complexe casuïstiek, waar gemeenten verschillende keuzes in kunnen maken en ook maken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over die procesregie, zorg en veiligheid. Hoe doe je dat nou op een goede manier?
Maar ook de casusregisseur zorg en veiligheid, neem je die in je teamveiligheid of zit die in het sociaal domein of meer in een uitvoeringscontext geplaatst. Ja, dat zijn echt best belangrijke items. Misschien als je ook nog preciezer kijkt. Kijk, het sociaal domein kom je ook natuurlijk tegen bij je ondermijningsaanpak. Hè? Dus, en dan zit het bijvoorbeeld ook weer aan de aanpakkant op dat moment. Want een van de thema's binnen ondermijning is, laten we zeggen, PGB-fraude of zorgfraude. Ja, dan is het natuurlijk een hele logische interne part. Als je zegt, nou, dat is een prioriteit in onze gemeente, daar willen we iets mee. Hè? Naast mensenhandel, drugscriminaliteit, zorgfraude. Dat je zegt op een gegeven moment van ja, dan is er een aan de voorkant om dat tegen te houden, die zorgfraude, is het natuurlijk belangrijk dat het sociaal domein ook oplet bij contracten met zorgpartners. Nou, hè, dus dan zie je eigenlijk dat daar een aantal aspecten zijn of een aantal aanknopingspunten om samen met je interne partners daar integraal aan zo'n vraagstuk te werken. En ja. Als ik nog een ander element bekijk van ondermijning, ja, jonge aanwas is typisch een item binnen het grote ondermijningsveld. Ja, daar zijn de verbindingen met het sociaal domein kolossaal natuurlijk. He, want wat natuurlijk eigenlijk de grote uitdaging bij jonge aanwas is, is niet zozeer om die mensen na detentie proberen op het rechte pad te krijgen. Het gaat er veel meer om dat ze nooit in detentie terechtkomen en ook liefst uit de criminaliteit blijven. Ja, dan zit het eigenlijk veel meer in de grote sociale vraagstukken van hoe voorkom je dat mensen uitgesloten worden, hè, dat jeugd een beperkt perspectief heeft, op afstand raakt van processen en mechanismen waar je kansrijker bent. En dat begint bij de voetbalvereniging en dat loopt via de straatcoach, dat loopt naar de ouders, dat loopt naar de wijkagent. Maar laten we zeggen, in die hele infrastructuur rond het voorkomen van jonge aanwas in criminele netwerken heeft het sociaal domein een kolossale rol. Dat is duidelijk. Maar goed, het is een, zoals de vraag heet, een mer à boire. Dus ik weet niet, ik wilde graag... We gaan hierbij laten, Jasper. En dan gaan we met de laatste vraag afronden. Die komt van Pascal Honig af. En die vraagt, binnen meerdere gemeenten in de regio is het IVP omgebouwd in een IVHP. Handhaving toegevoegd. Zien jullie deze beweging ook door het land? Zien jullie dit als een logische ontwikkeling? En vanzelfsprekend, Piet, als jij daar ook een mening over hebt, dan bemoei je gerust met het antwoord. Maar hebben jullie hem scherp? Je microfoon naar Jasper. Ja, ik wil er iets over zeggen. Kijk, je ziet het inderdaad wel gebeuren, ja, nu. Er zit iets ingewikkelds in zo'n keuze. Omdat uiteindelijk toezicht en handhaving, het is ook weer wisselend in welke breedte je dat bekijkt, is uiteindelijk een manier van werken aan allerlei veiligheidsvraagstukken. Het is gewoon één soort aanpak. En behoorlijk, laten we zeggen, ook wel in de repressiesfeer, hoewel niet uitsluitend. Laten we zeggen, ik vind het niet per se een gelukkige keuze. Een beetje afhankelijk van hoe je het vormgeeft. En ik denk dat je in ieder geval wel echt goed in de gaten moet houden dat als je een handhavingshoofdstuk in je integrale veiligheidsbeleid toevoegt, wat dus inderdaad gebeurt, dat je dan goed moet kijken van ja, gaat het nou echt alleen maar over de BOA's of zit het hele WABO-verhaal er ook in? Daar moet je goed naar kijken en eigenlijk is het nog belangrijker dat je goed in de gaten houdt dat het eigenlijk onderdeel van je aanpak is en niet zozeer de uitwerking van je grote veiligheidsvraagstukken en hoe je daar integraal aan kunt werken. Maar het kan en je ziet het gebeuren, ja. Oké, dan geven we Piet, ik weet niet, Piet, zie jij dingen in jullie omgeving? En dan geef ik jou het laatste woord hierover. Ja, dank je. Nou, ik heb zelf die ervaring niet, hoor, want ik kom hier niet van die twee documenten. Dus ik ken de ervaring, ik heb de ervaring niet mee. En waar je met Rick werkt, zijn het allemaal gescheiden producten, zeg maar.
Oké, dankjewel. Pascal, we komen graag nog even bij jou op de lijn om jouw ervaringen daar verder over te horen en jouw mening. Voor nu zie ik in je reactie dat je geholpen bent met het antwoord, maar voor ons zijn dit soort signalen natuurlijk ook belangrijk om daar verder over na te denken en daar ook weer in het webdossier meer informatie over te geven. Nou, voor de mensen die zijn blijven luisteren naar vraag en antwoord onderdeel, dank daarvoor door jullie vragen en de vragen die van tevoren al ingediend werden, zijn we wat uitgelopen in de tijd, maar evengoed hopen we dat jullie het tot het einde toe interessant gevonden hebben. Namens Piet, namens Jasper, namens Sander dank ik jullie en zien we elkaar graag een andere keer weer. Bedankt!